trainingskamp begint in principe 2 maanden terug. Dan gaan we kijken naar de tegenstander. En op basis daarvan gaan we een bepaalde gameplan ontwikkelen. Maar we focussen ons ook vooral op de vechter zelf. Waar is Pieter sterk in? Afgelopen tijd heeft hij veel progressie geboekt. Omdat hij simpelweg veel uren maakt in de sportschool. Maar we houden altijd rekening mee wat voor tegenstander is. En dan analyseren wij als trainer, ik en met nog een paar andere jongens hier. Kijken we dan naar de tegenstander, kijken wat zijn sterke en zwakke punten zijn. En daarop passen we het spelletje een beetje aan. En dan gaan we gewoon trainen. Wat kan je zeggen van zijn tegenstander, Kota Shimoishi? Spreek het goed uit? Ik denk het wel. Ik weet het zelf ook niet. Japanner? Ja, ervaren vechter. Volgens mij heeft hij iets van 40 partijen op zijn naam staan. Goede judoka volgens mij, doet veel trips. Maar ja, ik denk dat op staande werk een groot verschil is met Pieter en hij. Waarbij Pieter de sterkere man is. En op de grond, ja, ik denk hij traint hier bij Combat Brothers. En er lopen hier zoveel goede mensen op die goed zijn op de grond. Ik denk dat dat voor Pieter geen gevaar is. Ik denk dat hij door deze gast heen gaat lopen.